laag. Zoals jullie kunnen zien, lig ik heel erg laag. Water drinkende. En oom, er werd nog een macaron uit Parijs. En jullie hebben geen macaron uit Parijs, dus fuck jullie. Ik ben niet echt de type YouTuber die een reactievideo zou maken op mijn eigen video, maar dat moet ik nu wel doen. Waarom heb ik het niet sneller gedaan, omdat ik het eerst helemaal niet wou doen? Maar er zijn weer allemaal van die hersenloze kinderen die het niet snappen, dus ik moet dit doen. Plus, ik doe het ook voor de views. Plus, ik doe het ook omdat jullie de vorige video heel leuk vonden. Plus, ik vond dat ik helemaal nog niet klaar was over het onderwerp. Dus laten we beginnen. Sorry voor mijn video over Gio. Ik was verkeerd. Ik had moeten wachten tot hij op het einde uitlegde wat het was. Ik had eerst de volledige serie moeten... Ik ga geen sorry zeggen, fuck! Ten eerste, ik ben waarschijnlijk de koppigste YouTuber die er ooit heeft bestaan. Twee, ik ga nooit toegeven dat ik verkeerd ben. Drie, ik ben ook niet verkeerd. Mensen die zeggen, hij zit... We moeten wachten tot hij zijn laatste video had geüpload en dan pas dat hij... Nee, ik moest dat niet doen. Ik weet niet of deze video 10 minuten is. Als die 10 minuten is, nice. Als die geen 10 minuten is, fuck. Hoe ga ik dit uitleggen? Kijk, ja. Zoals de meeste van jullie waarschijnlijk al weten, het was niet fake. Het was wel fake, maar het was niet fake, dat zeggen ze. Het was een campagne voor de kindertelefoon, dus dan is dat fake video's maken. Voor the greater good, dus dan mag het wel. Oké, ik ga semi-akkoord. Ik ga semi-akkoord dat je fake video's mag maken, zodat je heel veel aandacht krijgt om dan iets goed te doen. Is het goed nou wat ik nu ga zeggen, want dit gaat, ja. Video's hebben veel aandacht getrokken en bedoel de eerste 4 video's, als ik juist ben. Hij heeft dus in totaal 1, 2, 3, 4, 5, 6 video's gemaakt aan die shit. Nice. Hij heeft daar een totaal van ongeveer 4, 5 miljoen views mee gepakt. De eerste 4 video's, echt in de eerste 4, waarmee een week lang iedereen in spanning heeft gehouden. Want iedereen zat op het puntje van zijn stoel. Oh my god, waar is Mandy? Oh my god. Kijk, in die eerste 4 video's had hij al fucking veel aandacht. Iedereen wist waar gebeurde. Niemand begreep iets of ging 1 link leggen met de kindertelefoon. Laat me zeggen dat je ongeveer 3, 4 miljoen views had. Wat toch wel pittig veel is en volgens mij ook wel gewoon genoeg was. Ik denk niet dat je nog meer aandacht hebt gehaald door die ontknoping en zo. Maar in die eerste 4 video's, dus ik neem aan dat dat dan een week was of zo, was er niks. Wat dan ook echt nul verwijzing naar de kindertelefoon. Ik bedoel, nul. Ging daar niet om. Niemand zat daar aan te denken. Niemand had daar een link mee gelegd. Ja, ik wist het wel, maar ik mocht het niet zeggen, snap je? Iedereen dacht andere dingen. Snap je? De helft dacht van, oh my god, this is fake. De andere helft dacht, oh my god, Gio, ga niet dood. Alsjeblieft. Dan heb je zo 10% die dacht van, Gio, je bent echt een held dat je dit aan het doen bent. Wojo, je gaat een meisje terugvinden. Nee, ik denk zelf dat de meeste fangirls gewoon dachten, wojo, alsjeblieft word niet in elkaar geslaan door haar agressieve broer. What the fuck? Kijk, dit toont gewoon aan dat mensen die YouTube kijken echt achterlijk zijn. Ben je nu niet achterlijk? Ben je een van die mensen die niet achterlijk is? Smash je duimpje omhoog op deze video. Boys. Kijk, ik hou van Gio. Ik hou van zijn ouders. En van zijn zus. En van het vriendje van zijn zus. En van zijn necht. En nog familie op YouTube. Oh. Goed dat je de kindertelefoon hebt geholpen. Goed dat al je geld naar de kindertelefoon gaat. Goed dat je zoveel views hebt gehaald. Goed dat je nog altijd populair bent. Dat heb je allemaal goed gedaan. Het was fake. En eigenlijk had je het gewoon veel sneller kunnen doen. In plaats van eerst zo shit te doen. En dan fake huilen. Ik haat het om te huilen in een video. Echt, ik zweer. Maar dit is echt. Dit gaat om een meisje. Wat bedoel je? Je had al zoveel gehuild in video's. Waardoor er sowieso al een rare vibe was als je ging huilen. Maar dan deed je het weer. En als hij dan huilt, ja, dan denkt iedereen van, wow, het is waar. Want nu zie je dan ineens dat het niet waar is. En dan denk je ook zo van, misschien is de break-up tussen jou en Jultje nooit gebeurd. Die zijn er nog allemaal dingen nooit gebeurd. Snap je? Misschien. Doe het is nu wel gewoon weer gedaan. Hij heeft ook al zijn thumbnails veranderd, waardoor je mooi kan zien dat het een serie is. Hij heeft ook alweer een campagne geüpload. En heeft ook alweer een Sims video geüpload. Dus ik bedoel, Gio is back, boys. It's all good. Mijn video die over Gio ging, was ook niet echt een rant video. Was ook niet echt een haat video. Was niet echt een video waarvan ik zei, fuck, het was meer een eye-opener. Ik wil even tonen dat heel veel kijkers in deze YouTube-community zo dom zijn dat ze alles geloven waar gebeurt. En ik had gehoopt dat ik met mijn video daar een beetje shit mee ging kunnen veranderen. Ik hoop dat ik ging kunnen zeggen van, kijk, denk voor jezelf. Laat niet gewoon die YouTuber zeggen van, kijk, ik heb mijn nek gebroken. Denk dan niet direct van, wow, het is echt zo. Er heeft een kijker mijn raam ingegooid. Ja, geloof dat niet gewoon zo. Denk niet van, wauw, alles is waar. Hey, ik ben in een vulkaan gesprongen en ik ben verkracht. Heel veel YouTubers weten de laatste tijd perfect wat een doelpubliek is. Ze spelen daar heel mooi op in door rare titels te gebruiken. Die is van Gio alleen. Gewoon grappige voorbeelden waar jullie waarschijnlijk nog nooit bij hebben stilgestaan omdat jullie die video's niet kijken. Beginnend bij onze favoriete YouTuber Ties. Arr, pirate! Geld en dure spullen gevonden in mega verlaten schepen. Sterretje, gevaarlijk.
sterretje. Mega verlaten schepen. Kijk, ze zijn niet gewoon verlaten, snap je? Ze zijn mega verlaten. Dat heeft zoveel meer invloed op die zin. Dit flesje water is niet leeg. Kijk maar goed, hij is zeker niet leeg. Hij is mega leeg! Deze zonnebril is niet zomaar kapot, snap je? Hij is mega kapot! Deze spullen zijn niet gevonden in verlaten schepen. Ze zijn gevonden in mega verlaten schepen. Nu denk ik die kinderen van, wow! Hij heeft hij gevonden in een mega verlaten schep. What the fuck? Ik weet niet wat het betekent, maar ik ga kijken naar die video. Ik eet geen droog brood. Door boys, er is geen droog brood. Het is mega droog brood! Ik zou ook liever een ouder doelpubliek hebben. Dan kan ik ook shit uploaden en veel views krijgen. Nu moet ik zo echt werk steken en video's aan. Dit is wel wat ik wil, snap je? Ik wil kijkers die zelf over shit kunnen oordelen. Die niet alles slikken wat ik maak. Oordeel zelf of je wil slikken of niet. Dat is ook wat ik altijd wou, snap je? Toen ik uit de squad kwam en zo had ik allemaal hele jonge kijkers die gewoon, ja, bedoel, Gio zijn kijkers en Ties zijn kijkers. Die zijn nice, bedoel, die hebben mij ook bekend gemaakt en zo. Dus snap je, jullie moeten ook evolueren in jullie hoofd. YouTubers maken al fucking 2 jaar lang dezelfde fucking clickbait. En mensen blijven er dan kijken. En als mensen dan zeggen, ja, maar misschien vinden wij die clickbait leuk. Zoek dan beter op YouTube, zoek dan naar betere content om te kijken. Er zijn YouTubers die niet elke fucking week een campagne of een samenwerking met een bedrijf uploaden. En die gewoon elke week fucking hard strijden om video's up te loaden en die dan minder views krijgen, dan denk ik, yo, die YouTubers die campagnes doen, pakken sowieso al fucking veel geld zonder iets te doen. Dus gun dan even gewoon die YouTubers die wel veel werk steken en shit, gewoon views. Ik mezelf hier echt goed te praten, nee, what the fuck. Waar ik wel vragend bij sta, hiermee ga ik waarschijnlijk de video afsluiten met deze ding. Een half uur nadat ik mijn video had geüpload over Gio en die video, jullie weten welke video. Dacht, sorry, ik ben de vriend van me, maar de waarheid moet gezegd worden, snap je? Ik voorspel op dit moment, er gaat een video komen waarin hij zegt, Mandy is gevonden! En dan een video met dat meisje van, je bent gevonden! Ah! Kijk, dat gaat komen, snap je? Dat is het slot van het verhaal waarmee hij dan nog eens alle views hebt. Krijg ik dus een bericht van de mensen achter de campagne, achter de samenwerking. En die zeiden van, hallo, ja, hallo. Ze legden het zo allemaal uit wat was en dat ik een beetje verkeerd was en zo. Toen had ik een beetje een discussie met hen, omdat ik niet vond dat ze gelijk hadden en toen begon ik zo te zeggen en zij, en dan was er zo'n mini-discussie. En dan zeiden zij tegen mij dat de kindertelefoon weinig geld had en dat Gio dat wou doen. Maar in Gio's video kwam er zo uit van Gio heeft hier geen geld voor gekregen en al het geld gehad aan de jongertelefoon. Snap je? Groot vraagteken. Waarom YouTubers die free shit doen en dan zoiets waar je echt nog veel werk in moest steken en dan al je geld aan geven? Ik weet het, Gio is een goede jongen en het kan wel dat hij het gedaan heeft, maar hij blijft gewoon een Hollander, dus ik weet het niet, het is moeilijk. Het is iets wat we nooit gaan weten, waarschijnlijk is het wel waar, ik hoop dat het waar is. Maar als het niet waar is, dan gaan we nooit weten, snap je? Laat me gewoon zeggen dat er veel YouTubers zouden zijn als ze dit aanbod krijgen, dat ze het niet zouden doen als er geen geld bij betrokken was. En zeker niet als ze zeggen van, je moet al het geld dat je hebt verdiend met je video's doorsturen naar dat ding. Maar volgens mij had Gio de klappen niet verwacht die jij ging krijgen van al deze shit. En heeft hij achteraf pas gezegd van, kijk, om dit goed te kunnen maken, moet ik wel al mijn geld naar daar sturen. Anders gaan mensen zeggen dat ik het voor het geld heb gedaan. Je doet het voor het geld, je doet het voor de views. Ik bedoel, ik heb ook in mijn video die nog online moet komen waarin ik alles zeg dat het fake is, zeg maar. Zeg ik ook dat ik het geld wat ik verdiend heb aan de video's, want monetization staat aan, gaat ja. Ook naar de kindertelefoon. En ja, het geld, ik heb sowieso met de campagne geen geld verdiend natuurlijk, dus nee, het is een maatschappelijke campagne. Dat was een mooie move toen ik daar naartoe aan het kijken was, toen hij dat zei op die King Alert aflevering. Ik zat hier met mijn vriendin in mijn kamer en mijn vriendin zei ook van, nu heeft hij je wel bij de ballen. Toen dacht ik zo, ah, dan heb je geen ene YouTuber zo dat doen. Gio is misschien wel de guy die dat zo doen. Dus. Snap je, hij heeft zichzelf goed verdedigd. Ik heb niet tegen mijn tanden gekregen of zo. Het is, ja, het is gewoon gebeurd. Plus, ik heb nog een macaron. Ha! En jullie zijn dan met jullie kut macarons van de McDonald's. Ha! Paid all my money for these macarons. Ah! Oh. 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 Ja. 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 Deze komen uit Parijs. Sponsor me, please. Wauw. Oh, wow. Voor de mensen die nog aan het kijken zijn, bedankt om naar deze video te kijken. Dit was mijn response video. Ik weet dat response videos are fucking gay. Had to make it because a lot of people were shitting on me. And they were like, Ace, you fucking hoe. Dus ja. Stel, jij bent nog naar deze video aan het kijken. Vanaf ben ik live op Twitch. Ik weet niet precies hoe laat, maar het is die annual. Die annual wekelijkse zondagavond stream met de boys op Twitch. Boys, dat is dus ik en ik. En mezelf en Ace. En we gamen heel de avond en we doen leuk shit. En je kan doneren met PayPal. Dus dames en heren, van je deze video een leuk smashje. Zeker een duimpje omhoog. Ik ben Ace. Tot de volgende keer. Boys, klik nog op een andere video. Misschien verander ik mijn tweede channel in een gaming / Pokémon kaarten channel. Who knows? Waarschijnlijk wel. Tot de volgende keer. Bye.